is. Je hebt er echt enorm veel inspanning op gedaan. En het is echt prachtig uitgewerkt. Maar ze zijn volop graffiti aan het spuiten. Wat is ongeveer het stadrand van om daar aan te doen? Ja, dat is jammer. We zijn bekijken wat we daar aan kunnen doen. Misschien poten gaan brengen of zo. En in ieder geval extra politiecontrole waar en wanneer. Dat kunnen we niet zeggen, natuurlijk. Maar we gaan in ieder geval inspanningen doen. Want het is jammer dat enkelingen zo'n mooi plein eigenlijk besmeuren. Dat zijn aantastingen van gans het publiek leven daar op zich. Als burgemeester bent u hoofd van de politie. En aan Unplein, het was mooi gerenoveerd en zo, maar zijn al volop graffiti aan het spuiten. Wat is ongeveer de bedoeling van inspanningen dat je eraan kunt doen? Ik denk eerst en vooral dat we met Unplein gedaan hebben, dat op zich al een heel belangrijke inspanning was. Hè. Dus het zou fijn zijn als iedereen dat een beetje gaai sloeg, zoals mijn inderdaad, moeder dat zou noemen. Wat wij doen als er graffiti wordt gespoten op het Unplein, is wat we ook elders doen. We verwijderen die zo snel mogelijk, omdat we denken als we dat niet doen, dat graffiti aanlokt. Natuurlijk, het spreekt vrede als we de mensen ooit betrappen en dat lukt toch af en toe, in tegenstelling tot wat men zou denken, dan draaien die mensen ook op voor de kosten en kunnen er bijkomende sancties vallen, boetes bijvoorbeeld. Maar op dit moment, bij mijn weten, hebben we nog geen dader gevat. Ik vind het eigenlijk een beetje jammer, omdat we die plek nu eigenlijk echt mooi hebben heraangelegd. Bovendien hebben we gezorgd dat daar graffiti heel zichtbaar blijft. Dat hele artistieke dingen, een hele muur die mooi bewaard is gebleven. Men zou eigenlijk daar wel respect moeten voor hebben, vind ik. Vooral omdat er heel wat plekken in de stad ondertussen zijn waarbij we het mogen.